volgende ochtend heeft iedereen zijn eigen vertrouwde klofje weer aangetrokken. Ik kom ze vroeg opzoeken, want Beb is namelijk jarig. 88 jaar is ze vandaag geworden. En dat kunnen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Want je ziet, ja, het is, ja, zo op. Ja, het is ze eenjarig. Hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is zij. Hiep in de piep. Hey. Lieve, lieve Beb. Ja. Ik heb, omdat je 88 jaar bent geworden, maar geen oude taart voor je meegenomen. Nee, daar ben ik al zelf genoeg, hè? Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Je mag ze uitblazen. Nou, daar zijn we ook. Ja, toch in twee keer. Ach, hoe voel je je, schat? Nou, heel erg jarig met zoveel mensen om me heen, hè? Ja, dat wel. Zometeen gaan we heerlijk met z'n allen dat taartje oppeuzelen. Maar eerst wil ik dat je even met me meekomt naar buiten, want ik heb een verrassing voor je. Oké. Kom met me mee. Wat is het hier mooi, hè? Ja, geweldig, hè? Het zonnetje schijnt speciaal voor jou, op jouw verjaardag. Ja, dat hebben ze precies goed gedaan voor ons. Ja, kom eens even lekker zitten, Beb. Ja, dankjewel. Dat is jouw stoel met het verwarmde kussentje. Oh, joh, wat heerlijk. Want, lieve Beb, ik ben een beetje stout geweest. Nee, toch? Ik heb wat mensen benaderd. En dit is voor jou. Oh, wat leuk. De hele familie. Wat ontzettend leuk. Ja, hartstikke leuk. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Dat je een hele leuke dag gaat krijgen. Hoop ik ook. Veel cadeautjes mag ontvangen. Ja, heel veel. En dat je er jaren voor mogen genieten. Ja. Pas wel. Ja, dag. Hoe lief is dat? Ja, hartstikke lief. Ja, hartstikke leuk ook, hè? Ja. Toch nog familie op de verjaardag, hè? Yes. Maar dat hoeft niet, hoor. Zo is jullie dat. Zijn ook liefde, toch? Want de laatste 3 jaar van jouw leven zijn natuurlijk best heel verdrietig geweest. Ja. Al mijn 3 mannen verloren in 3 jaar tijd. Het is dan een beetje te veel. 2 zoons en je man. Ja. En die zijn alle 3 in 3 jaar tijd overleden. Ja, ja. Eerst oudste zoon, 51. Toen, andere jaar daarna, de jongste zoon, 48. En toen, andere jaar daarna weer, mijn man, ja, die was 83. Dus ja, dat is dan nog wel een goede leeftijd om dood te gaan. Hè, ja. Bewijzen. En waaraan zijn ze overleden, Beb? Aan kanker. Alle 3? Nee, mijn man heeft Parkinson gehad, 11 jaar. Ja. Maar de jongens zijn alle 2 aan kanker overleden. Ja. Ja. Wat ontzettend verdrietig. Ja, en je ziet ze lijden en je kunt niks doen natuurlijk. Hè? En ja, je moet het ook nog aanvaarden. Dat ze doodgaan, ja. Wat mis je het meest aan de jongens? Nou ja, dat je ze ja, thuis zag komen, gelukkig zag zijn. En ja, dat mis je nou natuurlijk. Ik heb wel schoondochters natuurlijk en kleinkinderen. Maar ja, dus die hebben allemaal hun eigen drukke leven. Weinig tijd. Dus ja. Jij hebt dus heel dapper de draad weer opgepakt. Ja. Heel moedig. Ja. Maar waar heb je de kracht vandaan gehaald om dat te doen? Ja, dat weet ik zelf niet, hè. Ik denk soms toch dat je de kracht van boven krijgt om dan je op te stellen en dan toch maar weer gewoon door te gaan. En ze weten ook wel een beetje hoe ik in elkaar steek natuurlijk. Dus ik hoop dat ze daar vrede mee hebben als ze misschien boven daar zitten. Ik weet zeker, lieve Beb, dat ze apen trots op jou zijn. Denk je? Dat weet ik zeker. Goed. En wat zouden ze ervan vinden als ze zouden weten dat je hier zou zitten? Nou, dat zouden ze natuurlijk wel fantastisch vinden. Want iedereen vindt het toch wel cool dat we hier aan meedoen natuurlijk. Ja, toch? Ja, 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 ja. Nou, dan gaan we er gewoon een hele vrolijke, mooie dag van maken. Gaan we jouw verjaardag uitgebreid vieren. Heel gezellig, lijkt 88, me dat. 88, dat is de moeite is waard. Is toch wel een hele leeftijd. Ja, en dank je wel voor je mooie gesprekje. Oké. Ik dank jou ook.